Frank, we gaan terug naar jou. Want de pro-Russische aanvallers hebben het gemunt op Nederlandse ziekenhuizen. De bezoekers van de website van het UMCG in Groningen... die kregen de afgelopen dagen een opvallende melding. De website zou getroffen zijn door een zogenoemde DDoS-aanval. Niet de eerste keer dat een ziekenhuis in ons land wordt bestookt door Russische hackers. Dit keer door de groep Killinet. Naar eigen zeggen als wraak voor het leveren van wapens aan Oekraïne. En als patiënt kan ik me dan zomaar voorstellen dat je daar de nodige stress van krijgt. Ligt mijn elektronisch patiëntendossier op straat? Zijn die hackers in staat om de hele afdelingen plat te leggen? Of valt het allemaal wel mee? En moeten onze ziekenhuizen wat beter met de digitale veiligheid omgaan? Vragen die ik voor ga leggen aan expert op het gebied van online veiligheid, Inge Bryan. Goedemorgen. Goedemorgen. Moeten die patiënten zich zorgen maken? Nee, dit is vervelend, maar de zorgprocessen, de patiëntveiligheid en met name alle patiëntgegevens zijn veilig. Een DDoS-aanval is in feite het heel veel verkeer sturen naar één punt, waardoor die website niet meer kan doen waarvoor die bedoeld is, maar het raakt niet de achterliggende processen. U gebruikt het woord vervelend, is het ook niet meer dan dat? Nee, dit is vervelend, het is irritant. Het leidt af van waar mensen mee bezig willen zijn in een ziekenhuis. Maar het raakt de processen daarachter niet. En het is natuurlijk vervelend als je bijvoorbeeld via een website een afspraak wil maken. Maar verder dan dat gaat het niet. Ja, het dus zijn... deze groep kennen we ook. Deze groep is in het leven geroepen ongeveer rond januari. Toen zagen we de eerste acties. Mm-hmm. Het is echt geleerd aan Oekraïne. Mm-hmm. En ze bestoken eigenlijk landen waarvan ze weten dat ze de Oekraïne helpen. En waarom bestoken ze dan notabene, waarom eigenlijk ziekenhuizen in die landen? Ik denk dat de achterliggende gedachte is, maar dat is een veronderstelling, dat als je de samenleving raakt, dat je dan ook de bereidheid om bij te dragen aan de strijd in Oekraïne vermindert. Dus letterlijk om moraal te ondermijnen. Maar nogmaals, dit is niet een groep waar we enorm van onder de indruk zijn. Ze hebben meerdere keren gedreigd met grote aanvallen. Bijvoorbeeld in mei van dit jaar hebben ze gedreigd met een aanval op ventilatoren in alle Britse ziekenhuizen. En dat is niet geëffectueerd. Dus helder. Met name heel veel dreigementen worden geuit. Maar ze zijn niet verder gekomen dan een paar DDoS aanvallen. En dat is niet een enorm grote hindernis. We hebben ze niet in staat gezien tot het uitvoeren van grotere aanvallen. Dat stelt die patiënten ongetwijfeld weer gerust. Dank voor uw toelichting, Inge Bryan. Ja, mevrouw Yildiz, het valt dus mee, horen we hier. Maar kunt u zich voorstellen dat patiënten zich wel echt zorgen maken als ze dit soort nieuws horen? Ja, ik ben heel blij dat het inderdaad de gevolgen nog te overzien zijn. Maar tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen dat mensen bang zijn wat er in de toekomst kan gebeuren. Stel je voor dat ze inderdaad wel vergaande technieken ontwikkelen waarbij ze gegevens van patiënten zomaar kunnen hacken. En tegelijkertijd moet je voorstellen dat je als arts werkzaam bent in een ziekenhuis, maar als een systeem, als je ICT niet werkt, raak je dus heel veel essentiële informatie kwijt. Denk aan medicatiegebruik, denk aan de voorgeschiedenis van de patiënt. Je kan zeggen, de patiënt kan dat zelf vertellen, maar je zet het schrikbarend hoeveel mensen eigenlijk zelf kunnen vertellen. Dus eigenlijk kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Omdat je ook als arts op dat moment eigenlijk heel weinig of minder goed voor je patiënten kan zorgen. Ja, want mevrouw Bryan zegt nu, ja, het is bijvoorbeeld het maken van een afspraak. Maar het zou dus ook kunnen zijn, hè, welk medicijn schrijf ik diegene voor en in welke hoeveelheid? Ja, want ik werk in een gezondheidscentrum. Hè, dus niet zo grootschalig als in een ziekenhuis. Maar als mijn computers op een ochtend niet werken, dat geeft enorm veel problemen. Het is niet alleen maar afspraken maken, maar dat ik inderdaad niet in een patiëntendossier kan. En dan voel ik toch dat ik echt essentiële informatie mis. Dat ik denk, oké, ik ga nu zaken doen. Maar ik zal heel blij zijn als ik de totale informatie weer heb. Ik snap het. Dus het is geen compleet gevaar, maar het is toch zeker heel begrijpend ook voor u. Absoluut.